Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolkenvelden boven ons land, maar ook af en toe de zon erbij. En dat betekent vanochtend een afwisseling van wolken, wat zon en in de zuidwestelijke helft van het land nog een enkele bui. En de temperatuur ligt tussen de 13 en 14 graden en de wind draait overal naar het noordwesten is matig, rond kracht 2 tot 4. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon vanuit het westen. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 16 tot 18 graden. En vanavond is het overal droog, de wind zwakt af en het koelt af naar 13 tot 16 graden. En morgen hebben we een dag met in de ochtend droog weer, maar van het westen uit in de loop van de ochtend meer bewolking en een paar stevige buien, mogelijk met onweer. En in de middag wordt het warmer omdat de wind vanuit het westen is. Het wordt 18 tot 20 graden, maar het is erg wisselvallig. Maandag vallen er nog stevige buien en dan is het koel met 17 tot 19 graden. Dinsdag blijft het nagenoeg droog, misschien nog een enkele bui, 17 tot 18 graden. En dan woensdag warmt het geleidelijk aan op en wordt het in Limburg 21 graden. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.